Als directeur ben je zo goed als je mensen werken. In het vijfde seizoen van We Are Champions krijgen drie bekende Vlaamse CEO's de kans om hun dagdagelijkse activiteiten zelf in handen te nemen. Letterlijk dus. Louis de Waal is managing director van Van Dievel. Hij staat intussen al 30 jaar aan het hoofd van het Mechelse bedrijf en is een rot in zijn vak. Ronnie de Vos is al 25 jaar de baas van Wibo Transport, met vestigingen in de omgeving van Poperingen en Frankrijk. Rudy de Nutte is intussen 15 jaar actief als CEO van De Rocker Logistics, een bedrijf in volle expansie met een gloednieuwe vestiging in Zeelen. In de eerste opdracht van het vijfde seizoen bekampen de kandidaten samen met hun elektrische stapelaar een labyrint. Tijd is belangrijk, maar ook precisie. De aanrijdbeveiliging mag niet geraakt worden en er mag niet gemorst worden met de drankjes. Een professionele jury houdt een oogje in het zeil om te kijken of alles correct verloopt. Hilaire van der Hagen, exclusief distributeur voor België van Yale Material Handling. Atrium Opleidingen, specialist in opleidingen voor de bouw, transport en logistieke sector. A-Safe, uitvinder en fabrikant van flexibele kunststofaanrijdbeveiligingen en wereldmarktleider op het gebied van veiligheidsoplossingen voor de werkomgeving. Louis de Waal mag de spits afbijten. Wat is zijn ervaring met het spelletje? Ik ben geboren in de vrachtwagen in de logistiek, dus ik heb er al wel eens mee gereden. De Waal vertrekt als een speer. Hij heeft de kneepjes van het vak duidelijk nog niet verleerd. De eerste is altijd natuurlijk de referentietijd. De reacties zijn wel heel snel van, en de wendbaarheid is goed, maar ook... Je moet heel vrij stabiel proberen te houden. De plateau met shotglaasjes werd bewust op een instabiele last gezet. Maar de Waal twijfelt niet en gebruikt zijn vorken perfect om de last veilig naar beneden te halen. Nu volgt het achterwaartse parcours. Hij speelt op veilig en zet de eindsprint in. Hij zet een toptijd neer van 2 minuten en 45 seconden. Tijd voor de opdracht van Ronnie de Vos. Wat verwacht hij ervan? Van kleins af zat ik al op de heftruck, nu de laatste jaren minder. Maar de jong geleerd is oud gedaan, dus ik ben wel oud. Dus, we gaan proberen, maar het zal toch moeilijk worden. De Vos vertrekt snel. Hij bestuurt de Yale-stapelaar dan ook erg subtiel. Hij staat in een mum van tijd voor de last. Het ging toch tamelijk vlot. Dat is ook een gebruiksvriendelijke machine, voel ik. Allee, het is de eerste keer dat wij toch op die machine staan. Hij weet de plateau foutloos te pakken. Maar dan loopt het plots mis. Hij raakt de aanrijdbeveiliging. Een beetje misschien te zelfzeker geworden op een bepaald moment. En meestal... Had ik geen zijbeveiliging op de zijkant, dus had ik deze niet gehad, dan had ik die niet geraakt, natuurlijk. Al bij al toch een topprestatie met een tijd van 2 minuten 34. 10 seconden minder dan de Waal, al zal de aanrijding hem wel punten kosten. Ja, we weten weer, veiligheid primeert en opletten in de toekomst. De laatste in de rij is Rudy de Nutte. Hij heeft het minst ervaring van de drie. Ik voel de spanning stijgen. Ja. Het is niet leuk om de laatste te zijn. Hè. Nieuwe zaken in het leven doen mij altijd plezier. Dus, en ik zie het alle dagen in een magazijn te Zeelen. Dus het is een keer goed om dat mijzelf ook aan te leren. De sympathieke De Nutte begint aan zijn avontuur. Zijn eerste twee stukken gaan vlot. Maar het echte manoeuvreerwerk moet nog komen. En dan loopt het mis. Ik zal eerlijk zijn, je zou beter vragen wanneer ben ik er de eerste keer op gezien. Dat was vorige week. En misschien nog een keer in het leer, 30 jaar geleden ook. En gisteren heb ik toch ook nog eventjes erop gekropen. Oefeningbaar kunst is duidelijk. Hè. Maar chapeau, respect voor mijn personeel en ook van de collega's. Als je dat alle dagen moet doen zonder paletten te laten vallen enzovoort. Maar dat wist ik al dat het een moeilijke job was. Dus, ja. Na het technisch parcours heeft de Nutte zijn draai gevonden. Hij slaagt erin om de plateau op te tillen. Al verliest hij hier wel wat van zijn drankjes. Hij kan de eindspurt inzetten. Een mooi parcours van de Nutte, al eindigt hij in tijd achter zijn twee collega's. En de Genever is niet omgevallen, ook niet bij mij. Ja, dat is met een alcohol is een beetje een vlecht, denk ik, om te testen. Wat vond de jury ervan?
Ik vond dat Louis het parcours heel vlot heeft afgelegd. Bediening gebeurde op een gegeven moment wel met de verkeerde hand, waardoor hij kruislings ging en ook zijn stuur eigenlijk losliet. Maar voor de rest heel snelle tijd, heel vlot gereden. Dus Ronnie was de tweede en hij had eigenlijk de snelste tijd. Hij had toch wat lichtjes de A-safe aanrijding aangeraakt. En we zagen ook wel dat de palet ietsje scheef was, waardoor de Genever eigenlijk wat druppeltjes op de verloor. Ja, Rudy had duidelijk veel minder ervaring dan de twee anderen. De aanrijbeveiliging een keer geraakt, regelmatig op en neer rijden om zich juist voor de palet te kunnen positioneren. Als we de glaasjes achteraf bekeken, zou hij niet de ideale garçon geweest zijn voor op de Geneverfeesten. Hè. Oefening baart kunst dus. In de volgende opdracht van We Are Champions mogen de kandidaten bowlen. Benieuwd wie er dan aan het langste eind trekt.